Deze beschouwing die gaat over het lezen en begrijpen van de Bijbel, en dan bedoeld voor ongelovige mensen, of ze nou behoren bij het nihilisme of het atheïsme, of ook voor mensen van een ander geloof. Dus, je bent Mohammedaan, zo. of? ...Hindoestaans. staans En je bent geïnteresseerd in uh, de Bijbel. Of je bent een bijbelgelovende christen. En je vindt het wel leuk om te horen wat ik te vertellen heb over de Bijbel. Of je bent een katholiek. En je beweert dat je ook christelijk bent. Uh, uh, maar je hebt nog nooit een Bijbel gelezen, want heel veel katholieken lezen, lazen geen Bijbel. Het is eigenlijk voor iedereen: de Bijbel, dat is een. Uh, ja, het ziet eruit als een boek, hè? maar het is geen boek, het is een bibliotheek. Het, begint, het is een verzameling van boeken, namelijk. Die boeken zijn allemaal onderling gerelateerd. Ze hebben een, een centraal thema dat er doorheen loopt. En ze staan in principe los van elkaar. In die zin is het ook niet mogelijk om de Bijbel te lezen van kaft tot kaft. Van achter elkaar door. En een detective roman bijvoorbeeld. Ik heb zelf heel veel gelezen. En ja, detectives. Van die ja, politieromans of whatever. Ja, ik heb tijden gehad. Dan, las ik, dan was ik op vakantie. En dan heb je voor de rest helemaal niks te doen. En dan was het lekker weer. En... Ik ben niet zo iemand van een doe vakantie. Hè? Dat doet, maar ja, als je dan toch wat doen, dan vind ik het leuk om op een matrasje te gaan liggen ergens aan de beach. En mezelf te laten bedienen door van die strandhoppers, die langskomen met een tasje met van die koude bierblikjes. En een ijsje voor mijn vriendin. Hè? Ja, dat vind ik dan lekker. Als vakantie. En dan las ik rustig een roman op een dag. Geen enkel probleem. Eens een boekje lees je dan even uit. De volgende dag een nieuw boekje. Bij de Bijbel gaat dat niet. Voor de Bijbel, dat te begrijpen, daar zal je je tijd voor moeten nemen. Punt. En dat komt omdat de informatie in die boeken, die is heel erg gecomprimeerd. Er zitten stukken in waarbij dat dan minder aan de orde is. Dat je denkt, van, nou zeg, schiet maar op, dit weet ik nou wel. Maar dan komen er weer stukken en die zijn heel gecomprimeerd. Dus er zit er heel veel informatie in een heel klein stukje tekst. En als je het gewoon gaat lezen, oké, okay, wat staat hier dan? En dan ga je er doorheen. Ja, dan mis je die. Dan mis je de bedoeling, de inhoud van de woorden. Zo een, een vriend van mij. die is katholiek opgevoed. en die. Ja, die houdt helemaal niet van de Bijbel. Ja, hij heeft er eigenlijk een afweersie tegen. Dat zal hij misschien niet met zoveel woorden zeggen, maar. Dat komt er wel op neer. Hij vindt het een, ja, een, een rapportcijfer van hem voor de Bijbel. Ja, dat is dan een twee of een drie. Rekening houden met het feit dat je die blaadjes dat ze mooi dun zijn. Dus daar kan je nog een jointje van draaien. Zoiets zal hij wel zeggen. Maar liever heeft hij dan um, echte vloedjes van de coffeeshop. Want dat rookt toch lekkerder. Is vandaar een onvoldoende. En hij heeft één keer in zijn leven de Bijbel uitgelezen in een periode van twee dagen. Toen was hij met zijn ouders op vakantie in Oostenrijk of Zwitserland. Bij die biergen. En nou, hij had dus een tijdje niks te doen en kom, ga de Bijbel lezen. Nou, zei hij, ik heb hem verkaf dat kaf gelezen, uh, wat een bullcrap. Uh, dat kan je niet, uh, op die manier kan je dat niet doen. Dat zou ik niet adviseren. Het lijkt mij inderdaad dat de kans dan groot is dat je dat ding uit hebt en denkt: wat een bullcrap. En dat is zonde van je tijd. Dat moet je niet hebben. Het, uh, daar is de Bijbel te waardevol voor. Dan kan je het beter maar niet lezen. En als je twee dagen van je leven zou willen besteden aan het lezen en begrijpen van de Bijbel, dan lijken wij dat hele nuttig besteden uren. Ik zou dat dus niet in twee dagen tijd doen. Ik zou er een beetje tijd tussenin leggen. En, en dus als je er een stukje in de Bijbel leest... dan zou je misschien een kwartiertje of zo woorden lezen. En dan zou ik het nog een keer, gelijk nog een keer lezen... en dan gelijk nog een keer lezen dat ik het echt goed gelezen heb... En dan niet meer lezen dan een paar, ja, een paar versen, zo heet dat. Hè? En dan zal ik hem opzij leggen. En dan denk je er even over na. En dan heb je zeg maar, effectief misschien 15 minuten lang gelezen. En dan denk je er even over na. En dan noem je dat bij elkaar dat je er een uurtje lang aan besteed hebt. Gewoon het feit dat je die woorden gelezen hebt. En dat je, ze, dat je die woorden heel bewust gelezen hebt. Dat tel ik dan alles bij elkaar al een uur bijbelstudie. Nou, en als je dan zoiets... Zeg maar, dan rekenen we acht uur op een dag. Dus dan twee dagen bijbel lezen. Dat, zou, dat soort dingen, dat, zoiets, doe je dan zestien keer. In je leven... Dat zou ik. Ik denk dat je dat veel op zal leveren. En hoe je dat aan moet pakken, wat je dan moet gaan lezen. Een heel aardig initiatief staat in de King James, die je momenteel in Nederland kan kopen bij Boekhandel de Fakkel. Die zit ook op internet. Dus Boekhandel de Fakkel Fakkel met een F natuurlijk. Zo'n ding met een vlam erin. Daar koop je een King James voor 8,95 euro. Dan moet je wel Engels kunnen. En daar zit uh, als laatste een leeswijzer in. En dan word je aan de hand genomen. En dan ga je eerst een stukje Oude Testament, en dan een stukje Nieuwe Testament, en dan weer een stukje Oude Testament, en een stukje Nieuwe Testament. Dan ga je er een beetje doorheen met van hup, hup, hup of zo. Dat lijkt me een hele aardige. En dan lees je een, een kwartiertje met die, met die leeswijzer erbij. En dan pak je misschien wel. Uh, de... Ze hebben daar zoiets verzonnen van je doet één stukje s morgens, één stukje s avonds, één stukje s morgens en dat een jaar lang. Dat is misschien een beetje te veel gevraagd van jou. Maar, hè? maar hou maar dat uurtje per dag in, uh, in gedachten van een uur per dag. En dat dan 16 dagen. Of misschien niet elke dag. Dan pak je zo stukje bij stukje. Het is de manier om het aan te pakken. En wat ik een geweldige start vind, is Genesis 1. En dan die goed begrijpen. Dat is echt al heel wat. De Genesis, dat is het verhaal van het ontstaan van de wereld. Genesis betekent letterlijk uh, iets als: uh, ja, ontstaan. De genezen. Hoe kan het nou dat wij er met z'n allen zijn en waar komt dat vandaan? En het mooie aan Genesis is dat. Er een volgorde wordt aangegeven. Het is niet zo de klak: alles was er in één keer. Nee, er gaan in totaal vijf dagen overheen. En dan op de zesde dag komt de mens. Is er nog een beetje discussie of dat echte dagen waren in de zin van 24 uur? En de een vindt het dan heel belangrijk dat het echte dagen waren en de ander zegt, waah. Het gaat om de volgorde van de dingen en een dag dat, ja, dat moet je misschien niet te letterlijk nemen. En ik hang er ongeveer tussenin hoor. Ik vind die discussie, die is mij te uh, pieterpeuterig. Te detailistisch. Het mag in ieder duidelijk zijn dat in de genezen, in het ontstaan, dat, ja, dat de aarde er eerder was dan de mens. En dat vind ik belangrijk. En dat er zo iemand is als de eerste mens, dat is Adam. En die wilden een vrouw. En die woonde met die vrouw in het paradijs. En ze aten de vruchten van de bomen en de struiken. Ze waren veganistisch. Kijk, dat vind ik mooi. En toen kwam de, de zondeval. En toen was het over met het paradijs. En in Ene werden Adam en Eva zich bewust van het feit dat ze al die tijd in een blote bibs in de rond hadden gelopen. <laughs> en ze bedekten hun edele delen toen met uh, vijgenbladeren. En daar zitten... Uh, er zitten weer diepere betekenissen achter. Later kom je dat in de Bijbel dan ook weer tegen. En de mens bedekt zich dus. Er dat, dat is een duidelijk onderscheid tussen ons en de dieren. Zelfs in regio's waar, we, waar, waar het echt niet zo koud is... dat je daar met kleren zou moeten lopen... Zelfs daar bedekken wij ons. En waar komt dat vandaan? Hè? Kijk, en jij als ongelovige dan. De ongelovige mens die hangt dat verhaal aan dat er een oerknal was. Een big bang. En die oerknal. Daarvoor was er dus niks. Hè. Er was eerst helemaal totaal niks. Toen kwam er een grote explosie, een knal. En toen had je materie. En die materie is gaan klonteren. En vormde de sterren en de planeten. En dat is natuurlijk niet het einde van het verhaal. Want die materie, na de Big Bang is die materie gaan klonteren. En toen ging die materie kleren aantrekken. <laughs> nou ja, als je het heel kort op elkaar zet, hè? Dus, uh, je had niks, je had de Big Bang, en toen had je materie, en toen ging materie uh, kleren naaien en met kleren door het universum uh, wandelen. En dat is wat er gebeurd is. En waar, kom, uh, waar komt dan die neiging vandaan van de materie om kleren aan te trekken? En nou, daar zegt de Big Bang-theorie niets over. En de Bijbel wel. Uh. Die kleren, die draagt de mens uit schaamte. Uit schaamte voor het feit dat hij de regel heeft overtreden. Namelijk dat je alles mocht eten... Alle vruchten van de bomen en alle vruchten van de struiken, die mocht je eten. Behalve uh, de vruchten van de boom die in het midden van het paradijs stond. En dat was de boom van kennis van goed en kwaad. Nou, zoiets al, dat, dat zal jou als. Als je een studie maakt van de mens, van wat is de mens? Dan mag de vrouw bijvoorbeeld. Vrouwen zijn heel geïnteresseerd in psychologie en zo. Nou, dit behoort dus tot de psyche van de mens. De, de psyche van de mens heeft de Bijbel voortgebracht. Even in de, in de, in de woorden van een ongelovige dan. Hè? De, de Bijbelgelovende christenen zullen zeggen: nee, het is het woord van God. God heeft de Bijbel voortgebracht en niet de mens. Maar in het taalgebruik van de ongelovigen zeg ik dan. Hè? dat het zo ook zit. Jo, dat kun je dat even weten. En de psyche van de mens heeft dit verhaal verzonnen. Hè? Dat er dus ooit. Een eerste mens was. Die mens die kreeg een vrouw. En die woonde in het paradijs. En die waren volstrekt gelukkig. Die hoefden nooit te werken. En omdat ze zo dom waren geweest. om die ene regel te overtreden. en gelijk wilden worden aan God zelf. door kennis te hebben van goed en kwaad. Dat had de duivel die vrouw ingefluisterd. De duivel had tegen die vrouw gezegd van... Hé hey man, dat moet je wel doen. Je moet eten van die boom van kennis van goed en kwaad, want dan word je gelijk aan God. Hmm. En, en dat heeft die vrouw toen gedaan. En toen heeft ze tegen die man gezegd van dat moet je ook doen. En die man die was zo dom om die vrouw achterna te lopen. En te gaan doen wat zijn vrouw hem gezegd had: van doe dat nou ook. Ja, het is wel tegen de regel in, maar ik zeg toch dat je het moet doen. Ja, en toen is die man er ook voor gevallen. En dat behoort dus tot de psyche van de mens: dat hij dit verhaal zo heeft opgeschreven. Dat is toch apart, of niet? En de Bijbel is in, in die zin ook het enige boek wat een dergelijke ontstaansgeschiedenis beschrijft. Ik ken het niet van een ander boek en ik ken nogal wat boeken. De, de Koran bijvoorbeeld, die, die heb ik gelezen en ik, dat is alweer een tijdje terug. Maar ik kan me niet herinneren dat daarin een genesis staat. Een ontstaansgeschiedenis. En ik heb wel iets gelezen van de Mahabharata. Dat is een Indiaans boek. En dan met name de Bhagavad Gita. Dat is een deel daarvan. Maar ja, dat is geen ontstaansgeschiedenis. Het is wel een, een verhaal met, met moraal. Waar de Bijbel natuurlijk ook vol mee zit. Dus is veel moraal leer. Maar geen ontstaansleer. Bij de Bijbel heb je dat dan wel. Dat is uh, apart. En natuurlijk mooi dat de Bijbel die bestaat voor 75 of twee derde ongeveer. Maar zoiets... meer dan de helft... veel meer dan de helft... is het Oude Testament... dat is het boek van de Joden. En dan heb je het tweede deel... dat is het Nieuwe Testament. En... Uh, dat boek is dan van de christenen... terwijl de christenen ook het boek van de Joden lezen... Niet zo lang geleden zei een vrouw van joodse afkomst tegen mij, van heel verbaasd van, oh, ik dacht dat alle christenen een hekel hadden aan Joden. Ik zei nee joh, kom je erbij? Oh, dat dacht ik. Want de Joden hebben toch Jezus aan het kruis genageld? Ik zei, nee joh, Dat zat heel anders in elkaar. En zo denken christenen niet over Joden. He? Jezus was een jood. namelijk. En Mozes was een jood. En Abraham was een jood. En ga maar door. Door het barst van de Joden in, uh, he, als auteur van de Bijbel. Door die vier evangelieën... Het evangelie van Matthäus. Het evangelie van Marcus. Het evangelie van Lucas en van Johannes. Die drie vier. Uh, sorry, die vier die vier uh, schrijvers van die vier evangelieën, waren alle vier joden. Dus als er een bevolkingsgroep is die niet antisemitisch is, dan zijn dat de christenen. Per definitie. En je hebt dan binnen de mensen, binnen de christenen heb je mensen die zijn ongelooflijk antisemitisch. En ik beschuldig dan de Katholieke kerk ervan dat ze dat aanjakkert. Want de katholieke kerk is antisemitisch. En de katholieke kerk die noemt zichzelf christelijk en is het niet. Houd het goed in de gaten. En dat kan je weten als je het boek Exodus leest. En dan het twintigste hoofdstuk, en daarin staan de tien geboden. En het tweede gebod, dat luidt, uh, dat je niet een beeld mag aanbidden. En dat doen de katholieken. Dus die overtreden in het tweede gebod. En dat is niet christelijk. Hier in huis heb ik een kruis hangen. Als je binnenkomt in mijn woning, dan kijk je tegen ja, verschillende dingen aan. Die heb ik door de jaren heen geselecteerd en daar aan de muur gespijkerd. En dat is een beetje een samenraapseltje van dingetjes waarvan ik denk dat is nou leuk. Hè? Nou, een eentje daarvan, dat is een, een kruis. Een en zonder poppetje erop, want dat is katholiek. Maar gewoon twee stukjes hout. Heel simpel. En dat is op de grens. Dat zit bijna tegen een overtreding op het tweede gebod aan. Maar ik ga er niet voor bidden, snap je? Ik ga er niet voor knielen. Ik, ik ga dat niet aanbidden. Het, is, het hangt in mijn woning. ...dat er ook een bordje op kunnen hangen daarvan. Uh, uh, ...ik ben een bijbelgelovende christen. Zo. Ik weet dat ik een keer iemand had, ik had uitgenodigd. Het was, was laat geworden in de kroeg. Ik zei, ja, heb je zin om bij mij te komen slapen? En dat had ze wel. Gewoon slapen, hè? voor de rest geen gekke dingen. Gewoon nog even een beetje kletsen en dan drinken we nog wat en dan gaan we slapen. En dan kwam ze in mijn woning dus binnen en zij ziet dat kruisje hangen en zegt... Oh, ben jij een christen? Ik zeg ja. Ik aanbid het dus niet, hè? Geen beeldverering. Dus voor alle ongelovige wees dan ook bewust van het feit dat een Christen die respecteert jou. Een Christen zal je nooit vervolgen omdat je geen Christen bent. En mensen die er wel moeilijk over doen, ja, die noemen zichzelf Christen, maar zijn dat helemaal niet. Weet dat. Knoop dat in je oren, van achteren en van voren. Het Christendom is een als stroming, als religieuze stroming, heel liefdevol, heel zachtmoedig. staat open. Voor iedereen. Het christendom is het geloof van het, het mededogen. Van het medelijden. Christus heeft erop gehamerd dat, dat Hij er niet is om alle mensen die zo tevreden zijn en zo gelukkig zijn. En blablabla, hij is er niet voor die mensen. Hij is er. Hij is gekomen voor de onderdrukte. Voor de vervolgden. Voor de mensen die honger lijden. Voor de mensen die dorstig zijn. Voor de mensen die het aan alles ontbreekt. Voor die is hij gekomen en al die mensen die alles al hebben zeggen nou ik vind het eigenlijk wel leuk het leven het is dus, ja ik heb van de week heb ik een nieuwe auto gekocht in ja de, de, nou, de, dat valt mij toch wel mee want ik dacht eerst van nou die nieuwe auto ik, ik weet het even niet hoor en, en, maar toen ja, had ik hem en ik dacht eerst inderdaad toen ik hem zag dacht ik ja zie je wel nieuwe auto maar ja ik heb hem nou en het is eigenlijk best wel een goede nieuwe auto voor die mensen, voor die tevreden mensen, die voldane mensen, die, ja. Daar heeft Christus niks mee te maken. Daar, daar is het niet, hem niet om te doen geweest. Het is heel bijzonder als je, als je dat begrijpt. Het is ook een, een christelijk dogma dat jij God niet kan vinden. Het, het, het moet andersom werken. God moet jou vinden. Zo werkt het. Dus ik had laatst had ik hier Jehovah's getuigen op bezoek. En die gaan dan van deur tot deur. En dat evangeliseren wat zij doen, dat is... Ja, het is nog net niet verboden in de Bijbel. Maar <bien> <defines> daar heb je het mee gehad. Want het is hoogvaardig, dus, uh, uh, ijdel, of zo, of, uh, uh, hoogmoedig om te denken dat jij God een handje moet helpen. Want God, als er iemand is die zijn eigen boontjes dopt... Dan, dan heb je het over God. God is de baas, man. Ja, dus ik vertel jullie nu over de Bijbel. En, ja, en als op een dag, en dat merk jij zelf wel, als jij gevonden wordt door God, ja, dan is dat iets tussen jou en God en misschien dat je later nog zal denken van ja, het is allemaal begonnen met dat ik zomaar in een heel toevallig uh, Perry hoorde over de Bijbel en dat hij het heel normaal had over dat ongelovige mensen ook net zo goed een Bijbel mogen kopen en daar een stukje uit mogen lezen en ja, van het een kwam het ander en, ja, en toen was er een moment en toen kreeg ik een ongelofelijke huilbui en ja, zoiets dan, hè? Want meestal breekt er iets in je hoor. Als je begrijpt waar die Bijbel over ging. Dat die Bijbel al die tijd alleen maar ging over jou. Omdat God op zoek was naar jou. En hij heeft jou toen gevonden. En dat moment waarop God jou vindt, dat zal je nooit meer vergeten. Dat zal altijd bij je blijven. Ik zal er misschien nog een keer een aparte uitzending over houden. Wat nou de betekenis is van de dood van Christus? De dood, maar niet heus, hè? Maar zijn lijden, zijn, zijn lichamelijke sterven. Waarom was dat nou? En er wordt dan gezegd: van Christus is gestorven voor jouw zonden aan het kruis. Hè? En daarmee is jouw schuld naar God toe vereffend. En als jij dan zegt van... Ja, maar ik heb nooit wat fout gedaan in mijn leven. Ik, ben altijd, uh, ja, ik was altijd uh, de liefste van de klas. En, uh, ik, uh, ja, ik ben zonder zonde. Dus uh, mij zegt dat niks. En dan ben jij je nog niet helemaal bewust... En als jij je bewust wordt van wat jij andere mensen hebt aangedaan met je? Ja. Ja, met je gedrag, met je aanwezigheid. De waren in jouw leven ja, dat kan ik ook zeggen. Er waren in mijn leven mensen en die die waren behoeftig en ik ik heb ze voorbij gelopen. Dat is zonde. Ik heb gezondigd, ooit. En toen ik dat inzag. En erin zag dat, dat ik, toen ik die mensen voorbij liep, terwijl ze mij gewoon wat vroegen. Niets meer dan dat. Ik, ik, ik ben moeie met je eigen zaken. Ik heb ook zo mijn bottenmomenten gehad. En dat is niet iets wat God wil. God wil dat wij om elkaar geven. En God heeft niks aan van die mensen die zichzelf zo geweldig vinden. En ervan overtuigd zijn dat ze het zelf wel kunnen redden in dit leven. God wil dat wij geven om elkaar. En degene die dat niet hebben gedaan, die, dat zijn zondaars. En die hun zonden, die zijn vergeven, als ze dat beseffen, punt 1. En die zonden die zijn die mensen vergeven door de dood van Christus Jezus. De gezalfte Jezus betekent dat. De gezegende, de gezalfte. Jezus was zijn naam en Christus is een titel. De gezalfde is gestorven voor jouw zonden. Oh ja, en bedenk ook dat zonden iets anders is dan het maken van een fout. Een fout is dus helemaal geen punt. Er staat ergens in een van de evangeliën, of een van de brieven, of zo, er staat iets van, dat je fouten, die moet je mekander opbiechten. Als je wat fout hebt gedaan, dan moet je er niet moeilijk over doen. Dan moet je tegen een ander zeggen, oh, nou kan nou, ik je toch even spreken, dat en dat. Dat heb ik niet goed gedaan. Ik heb een fout gemaakt. Fouten moet je aan elkaar opbiechten en dan ben je klaar. Hè? Zo moet een, een samenleving in elkaar zitten. Zo moet een team in elkaar zitten. Je fouten moet je toegeven. Ja, dat was ik. Ik heb de fout gedaan. Dat is verder helemaal geen punt. Maar zonden... Hè? Die zonden moet je dus in principe niet opbiechten. Wat heeft het nou voor zin om een ander te vertellen dat jij gezondigd hebt? Ja. Dan weet je al gelijk dat die dingen zoals die katholieken dat dan deden hè, met de biecht... Dat je je zonden op moet biechten. Ja, dat staat helemaal niet in de Bijbel. Dat hebben ze eraan gefantaseerd. Het heeft alles te maken met dat de katholieke kerk. Dat, dat een, een, de schijn ophoudt dat het gaat om een geloofsbeweging. terwijl het eigenlijk gaat om een politieke beweging die de wereldmacht wil. En die de wereldmacht gekregen heeft. Momenteel is de, de katholieke kerk en de organisatie daarachter. Die heeft de touwtjes in handen. En die beginnen oorlogen ja, zonder dat jij erom vraagt. Maar als hun een oorlog willen met een of ander land. Dan komt die oorlog daar. Zo is heel veel mensen, is het een volslagen raadsel uh, hoe het nou kan dat Duitsland betrokken raakte in de Eerste Wereldoorlog. Want ze hadden er echt geen bied mee te maken. Een, een Servier uh, die schiet een Oostenrijkse prins voor zijn kop of vice versa. Die, die Frans Ferdinand die werd gekild. En dan beginnen er als het ware domino steentjes om te vallen en eventjes later uh, wijst iedereen naar Duitsland en moet Duitsland zich gaan verdedigen. Wat die Duitsers uh, met, ja, met heel veel bravoure hebben gedaan. Die hebben ze niet laten ringen, Loren. En er werden zelfs de Amerikanen werden er nog bij getrokken. Dus een Serviër schiet een Oh, er was, er, er was er, een Servio en die, die schiet iemand uit Oostenrijk dood. Die Frans Ferdinand die werd doodgeschoten. En even later gaan er in Amerika allemaal jonge mannen uh, op, op boten stappen. En die laten zich dan helemaal klots, klots, klots over de Atlantische Oceaan naar Europa vervoeren. om tegen Duitsland te gaan vechten. En volg jij het nog? Ja, ik niet hoor. Maar als je dan kijkt naar de rol van de katholieke kerk in dat geheel. En wat de Katholieke Kerk zo al wil, hè? Ja, dan snap je het wel. Het was een oorlog van de Katholieke Kerk tegen het protestante Duitsland. Zo zal het in elkaar. En als je het laatste boek van de Bijbel goed begrijpt, hè, wat niet eens eenvoudig is. Ja, als je dat in je eentje wil begrijpen, nou, ik heb er heel lang op zitten kauwen hoor en daar kwam ik er echt niet achter. En toen ja, toen viel er een kwartje, doordat ik door andere mensen wat tips kreeg en zo, dacht ik: "Oh, ik krijg nou tieten. Ja, natuurlijk, hè? Ja, hè, hè poep, nou nou, was dat zo moeilijk? Maar wat er nu gebeurt, hè, wat er gebeurd is, kan je ook zeggen. Hè, dat met hoe Amerika de politieagent van de wereld is geworden. Ja, dat stond in het Boek Openbaring. Joh. En uh, de rol die de, die de paus heeft gespeeld het, het pausdom. Het, uh, ja, dat, dat staat in het Boek Openbaring. De paus is de historische. Uh, een Bijbelse geprofeteerde antichrist. Antichrist, dat hoor je heel goed. Dus de Bijbel vertelt van Christus. En van de antichrist. De Bijbel vertelt van de zachtmoedigheid. En van de contra daarvan. Ja. De Bijbel vertelt, voorspelt ook dat, dat de christenen die zullen vervolgd zullen worden. Dat zegt Jezus al. Want het is leuk dat ik hier in de rondte loop. En dat is allemaal heel geinig. En het is ook heel fijn dat jullie mij volgen, dat jullie mij snappen. Daar ben ik heel blij mee. En ga er maar vanuit dat hè, iedereen die mij volgt, die mijn woord tot zich neemt. Hè, die hele groep, die gaat vervolgd worden. Al mijn volgelingen zullen vervolgd worden, vroeg of laat. Christendom, dat is, het is de religie van het westerse denken. Punt. Er is geen andere religie onder ons. Ja, je hebt nog een beetje die oude rune toestanden. Het natuurgeloof en zo. Van, uh, als de donder rolt, dat is dan donar of zo. Die is dan boos en dan gooit hij met zijn hamer. En, 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 dat is... Ja, ik wil niemand beledigen, maar het is heel kinderachtig. Al het meer godengeloof is kinderachtig. Ik, ik wil geen hindoe-staan beledigen... Maar het is kinderachtig. Het is naïef. Een religie met ballen. die heeft één God. Een religie met meerdere goden. ja. Het is. Uh... ja, dat is niets meer dan een verzameling. Uh, morele geschriften, dat heeft geen basis. Nou, die moraliteit kan dan nog uh, tof zijn. Zo. Uh, de Bijbel is in die zin het meest complete boek. Punt. Ja. Helaas pindakaas. En... Ja, even dan terug te keren naar Christus. Christus werd, toen hij nog leefde, toen zijn lichaam nog leefde, werd hem de vraag gesteld van hoe zit dat met het betalen van belastingen? Want de overheersing die wij nu ook hebben, nog steeds hebben, de overheersing door Rome. En Rome is de opvolger van Babylon. En Babylon, dat staat ook in de Bijbel. De, de Bijbel is het boek wat Babylon benoemt. Babylon is een maatschappij van slavendrijvers. En in de dagen van Christus was Babylon, toen dus Rome genoemd, heerser, overheerser, onderdrukker van ja, een, een ongelooflijke grote regio. Waaronder. Dat wat we nu Israël noemen. En waar Jezus in de rondte liep. Als die mensen die komen naar Jezus toe. die zeggen: Ja, wij moeten ons blauw betalen aan belastingen. En we doen die jokers voor ons. Dat is hetzelfde probleem wat wij nu hebben. Ja. Wij kunnen heel hard werken. En. ja, zoveel. dat is best veel hoor. Want van de uren die jij werkt. stel dat je 40 uur in de week werkt. ja. Van die uren die hij spandeert. Ja. Van de veertig uur die hij spandeert. Zeg maar zestien uur of zo. Die is voor jezelf. Een 24 uur is niet voor jezelf. En waar die pond verdwijnt. Ja, Joris mag het zeggen. Maar die niet... Die, 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 krijg jij, die inspanning, daar, heb jij niet, daar pluk jij niet de vruchten van. Dus jij moet 24 uur per week, zeg ik dat goed? Nou, 24 uur per week moet jij werken om die 16 uur per week te kunnen werken. En van die 16 uur haal jij zelf de vruchten. En jij moet 24 uur werken om 16 uur te mogen werken. Zo moet je het zien. Een slavernij. Dan gaan we niet vertellen dat de overheid die die 24 uur van jou inpikt, dat die er allemaal goede dingen mee doen. Want wat doet de overheid dan toch goed met dat belastingcentrum? Je hebt het over enorme bedragen. Serieus, hoor. En wat doet de overheid ermee? Ja, ons een beetje lastigvallen met uh, alarmerende berichten over uitstervende zeehondjes. Terwijl de zeehondjes helemaal niet uitsterven. Of uh, alle ijsberen verdrinken terwijl dat helemaal niet zo is. Het klimaat verandert doordat wij te veel auto rijden. Dat is onzin. En die idioterie, die krijgen wij over ons uitgestort. En die hele propagandamachine, ja, die wordt betaald met die 24 uur die jij per week werkt... om die 16 uur te mogen werken. Voor jezelf. Als het zo florissant is zoals ik het schets. 24 om 16... Ja, misschien is het wel 32 om 8. Dat je 32 uur werkt om 8 uur te mogen werken voor jezelf. Ik vroeger in het, uh, in het Britse uh, territoria, zeg maar, is Engeland, en, Engeland, Ierland en Schotland noemen. Vroeger heette dat Albion. En daar praten ze ook in die dagen. Dat Engels, dat is. Dat taaltje. Dat is gemaakt door de. Ja, dat ga je nog gek vinden dat ik het zeg. Maar. Engels is gemaakt door de katholieke kerk. Want in Engeland. Voordat dat Engels er was. spraken ze iets. Ja, het, het leek denk ik veel op Fries. In, in Friesland hebben ze ook dat woord 'chis'. Hè? 'chis' dat betekent kaas. In Friesland zeggen ze 'chis'. En ze hebben ze nogal meer dingen, hoor. Nou, anyway, in dat hele oude Engeland, waar ze ook schreven, dus waar historie van bekend is, daar werkte alleen. Daar werkten alleen de mannen. Dat punt 1. Alleen de mannen werkten. De vrouwen werkten niet. Dat hoeft helemaal niet. Werken dat deden de mannen. De vrouwen zorgden voor de kinderen. En Die, 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 ja, die deden huishouden. Een beetje bezemen. Een beetje wat afwassen. potje koken. Je kent het wel. Kleren wassen. Maar die hoeft er niet te werken. Oh, maar dat vind ik ook werk. Jij dan begrijp je helemaal niet goed, hè? Werken dat is dat je dat je geld binnenbrengt en dat er dus spullen van buiten naar binnen komen. dat je productief bezig bent. En als je hier in mijn wal bijvoorbeeld ik neem mezelf als voorbeeld ik moet maandagochtend, moet ik mij weer melden bij ergens in Arnhem-Zuid. En daar ga ik de huishouding doen, Dan moet ik afwassen, met afwasmachines by the way. Dan moet ik wasjes uh, nou, draaien, dan moet ik, en, dan moet ik uh, afstoffen, dan moet ik stofzuigen. En dat soort dingen moet ik doen. Dweilen, zo. Maar dat is werken, wat ik daar doe. Dat is in de geest, in de gehandicaptenzorg zit ik dan. En die gehandicapten, ja, die, die kunnen echt helemaal niks. Dus iemand moet daar de boel schoonhouden. En andere mensen, die werken daar ook. En die houden die mensen bezig. En die gaan ze begeleiden en zo. Maar dat zijn mensen die hebben diploma's daarvoor, om die mensen te begeleiden. En die mensen hoeven niet ook nog een keer stof te zuigen en la 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 Nee, want daar kom ik voor. Dat wil zeggen, nu dan, momenteel. Ik ben er al. Ik heb er al twee keer, vier uur. heb ik dat soort werk daar gedaan. Kijk, dat is werken. En dan moet ik naar buiten toe en dan moet ik werken. Los daarvan, hier in huis. doe ik ook stofzuigen. Zo. Maar dat is geen werk. Snap je? Nou, dat is gewoon zorgen voor mezelf. Nou, die vrouwen hoefden niet te werken daar in Albion. Helemaal niet. Dat deden alleen de mannen die gingen werken. En die mannen die werkten. twee dagen per week. Gemiddeld. Als de oogsttijd daar was. dan werkten ze misschien wel 60 uur. in zo'n week dan. Maar dan was de oogst was binnen. en dan ging er even nabewerken van de oogst. Lalalala. en dan brak de winter aan. ja, dan hadden die mannen helemaal niks te doen. Toch? Ja. En hard je zomer, als uh, de gewassen lekker aan het groeien waren en alles. Ja, Dan was er ook niet zoveel te doen. Huh? Maar in het voorjaar als uh, ja, het gezaaid moet worden en dan dit, en dan moeten de hekken gerepareerd en al die dingen, ja, dan wordt er weer keihard gewerkt. Maar gemiddeld was dat twee weken twee, sorry, twee dagen per week. Dat weten we. En waarom zou dat anders zijn nu? Want we hebben veel meer machines en al die dingen. Dus het leven is eigenlijk alleen maar eenvoudiger geworden. En wij werken nu, zowel mannen als vrouwen moeten werken. We hebben niet eens tijd om voor onze eigen kinderen te zorgen. Dus moeten we die kinderen naar een kinderdagverblijf brengen. En dat kost dan ook weer geld. En. Huh? Maar zo werken wij maar. Ja, waarom? Dat is onderdrukking, slavernij. En dat, wij werken zo hard omdat wij aan die belasting zitten. Wij betalen ons helemaal schelen aan belastingen. En dat merken wij niet zo omdat die belasting overal al in zit. Dus als we, in, uh, we gaan naar het café en eh, hier, nemen we ook café de wacht, dan betaal je 2,50 voor een Jenever. Maar als je dan kijkt wat je dan betaalt voor de Jenever. Wat je betaalt aan belastingen. Met dat je 2,50 betaalt voor, Genever, voor je Jenever. Ja, diegene die achter de bar staat, daar moet loonbelasting voor betaald worden. En voor het product wat hij verkoopt, daar moet accijns voor betaald worden. En over die accijns moet ook nog een keer btw. Dus al met al die 2,50 die je betaalt. voor een glaasje. voor een, glasje, voor, voor een, een glaasje Jenever. dat is. 1 euro belasting of zo? Ja. Dus wij betalen heel veel belasting, maar dat merk je niet zo. Nou, die mensen daar in. Uh, in Israël, in die dagen dan. die merkten dat wel. Die moesten dus echt belasting betalen. en. Die gingen naar Jezus toe en die zeiden tegen Jezus... Van, ja, wij betalen zoveel belasting, wat, wat, vind, wat vindt u er dan van? He? Ze waren natuurlijk heel beleefd tegen Jezus. Wat vindt u er dan van? En hij zo van, ja, wat voor een belasting moet je dan betalen? Zo, laat eens zien dan. En ze lieten die munten zien die ze moesten betalen. En uh, Jezus pakt zo'n munt en die zegt... ja, op die munt staat een, een kop, een hoofd van iemand. Van wie is dat hoofd? He? Dat is een beeldenis. Nou, zeiden ze: dat is van de Romeinse keizer. Oh, zei dus, nou, hij. Dus die munt is dus van de Romeinse keizer. Ja, die mensen: dus Zo zit het in elkaar. Ja. Nou, zei Jezus, als die munt dan van de keizer is, dan geef die munt dan terug aan de keizer. Ja. Het zijn toch zijn munten? Dan geef die munten terug aan die man. Kijk, dit is een. Uh, dit is een manier om na te denken. over de samenleving. onder een slavendrijver. Christus heeft ook ergens gezegd. Van, geef al je. al je materiële bezittingen. Uh, geef ze maar weg. Doneer het. Je, al het bezit. Wat je hebt, dat is alleen maar verswarend voor jou. Het zijn dingen voor jou om over na te denken. Het christendom is het geloof van het avondland. Het avondland is het westerse land. Dat heet occidentaal. O-C-C-I. En dan dentaal, occidentaal. Je hebt orientaal, want de oriënt is oostelijk. En je hebt occidentaal, dat is westerlijk. Westerlijk. Westers, wil je ook zeggen. En dan um, zoiets als musea. Het aantal musea per uh, 100.000 inwoners... Uh. Dat getal is in het Westen veel hoger dan in welke regio dan ook. Hier in Nijmegen heb je bijvoorbeeld een Afrika museum. Maar in Afrika heb je niet een uh, uh, Brabants museum. In Afrika heb je, heb je helemaal geen musea. Ja, uh, een beetje in een grote stad of zo. Dan heb je het over één museum op. Uh, iets als Kenia. Er wonen honderd miljoen mensen of zo. En hoeveel musea denk je dat je in Kenia hebt? Drie of zoiets? Of ze zijn er wel, maar. Hè? Maar musea is typisch iets Westers. En als je kijkt in de Westerse musea. dan was een telling ooit die ze gedaan hebben. Ik weet niet hoe het nu is. Hè? Maar er was ooit een telling, niet zo lang geleden, zeg maar in, in de jaren negentig of zo is die gedaan. 70% van de kunstvoorwerpen in de musea, westerse musea, 70% refereerde direct of indirect aan de Bijbel. Alsjeblieft. Dus, dit is met name bedoeld voor ongelovigen, atheïsten, nihilisten, maar wel met een interesse in de psyche van de mens. En dan over de Bijbel. En dan hoop ik dat ik op deze manier die Bijbel bij jou een plek heb gegeven in je brein. Dus de breinpositie, hoe heet dat dan letterlijk? Hè? De breinpositie van de Bijbel bij jou geplaatst. Het is het boek van de Westerse mens. Want het is het boek van de religie van de Westerse mens. En dan heb je nu dat er heel weinig mensen zijn die er nog rond voor uitkomen dat ze christen zijn. Dat, dat is, dat zal ik niet ontkennen. Maar punt 1, het zijn er nog steeds best veel. En dat we nu dan een tijdje ja, zo'n zo neergang hebben, dat betekent niet dat het afgelopen is. Want de onderdrukking van de slavendrijver, die, die is heftig. Heel heftig. En die verleidt onze jeugd tot het gebruik van drugs. En uh, vrije liefde, vrije seks. En gebroken gezinnen. En uh, noem het maar op. Hè? En daardoor raken mensen van het geloof af. Dus het lijkt me nogal wiedus. Maar nog steeds wordt de Bijbel verkocht. Gloednieuwe exemplaren. Bijbels moeten over de hele wereld met misschien wel duizenden per dag worden verkocht. Misschien nog wel veel meer. Misschien, moet ik wel praten over tienduizenden exemplaren per dag. Maar nou, welk boek kan je dat ook van zeggen? Hè? Nou, ik heb het voor jullie goed op samengevat. Dat je geïnteresseerd bent geraakt... En ja, het liefst zou ik willen dat je zelf je eigen Bijbel aanschaft. Je weet nooit waar het goed ver is. En zo duur zijn Bijbels niet. Door een King James koop je voor 8,95 euro. En een mooie uitvoering van de Statenvertaling. Dat is een Nederlandstalige vertaling. Uit 1637. De King James komt uit 1611. Dus dat zijn boeken van honderden jaren. Qua vertaling dan, hè? honderden jaren geleden vertaald. 400 jaar geleden, zeg maar. Vier eeuwen. Dat is dan eens 16 generaties. Hè? Best oude boeken. Nou, de King James kost je 8,95 euro. En de Statenvertaling, die versie die ik hier heb, die is niet zo heel groot. Die is een... Maar die is 14,50 euro. Nou, voor het geld hoef je het niet te laten ja, ja een jenever bij Café de Wacht is 2,50 euro maar één jenever smaakt nergens naar dat ben je het met me eens dus een avondje naar Café de Wacht dat is minimaal een tientje ja en dan moet je nog een keer terugkomen want je zulke leuke mensen ontmoet met andere woorden anderhalve avond in Café de Wacht daarvoor, voor dat bedrag heb je een bijbel een statenvertaling nou, ja, dat kan je toch wel leiden. Want yeah. zo gezellig is het in Café de Wacht natuurlijk ook weer niet. <laughs> nee, we wel een keer naar Café de Wacht gaan. Kom nou. Oh ja, trouwens, als je dat doet, dan kan je mooi combineren. Als je niet in Arnhem woont, hè, dan maak je er een middagje Arnhem van. Gewoon op een zaterdag of zo. En dan ga je naar Boekhandel de Fakkel. Moet je even op internet kijken waar dat zit. Dat is niet zo ver van Café de Wacht. Vlak bij de, de Katholieke Kerk zit dat. Dus niet te ver doorlopen, dan zit je in het rare gebouw. Maar trouwens, daar kan je momenteel toch niet in, want ze zijn het weer eens aan het verbouwen. En dan haal je fijn een Bijbel. Dus een Statenvertaling of een King James. En dan loop je terug richting station. En dan ga je bij Café de Wacht even lekker. Uh... Dan hebben ze ook uh, chocolade en melk met slagroom Of koffie en thee en zo. Ja. Doe ze de groeten van Perry. Misschien kennen ze me nog wel. <laughs> en op zijn hamburgers zeg ik tjus. En dag lieve toekomstige Bijbelbestudeerders.